punto finale Carlo Mendicay con una finale bij horen. Het is nu Diego Becker. Hij pakt hier de eerste plaats in deze kant. Drie jongens, zes jaar en jongen. Dat is de eerste. Het is Rome Turkhoff zit er goed bij. En wie zit er nog niet bij? Dat is Mika Meerdurk. En wie zit er dan op de vierde plek? Dat is Luciano Rodriguez da Costa. Dat zijn de eerste vier mannen en dames. In deze categorie, eigen klasse van zes jaar en jongen. Even kijken, Diego die blijft wel op de voet zitten. En dat blijft wel op de voet komen. Dat is de Corovi. En dan zien we tussen de eerste vier aan de muur. En dan de vierde kant, dat gaat worden Luciano Rodriguez da Costa. Hij is wel officieel gegaan. In deze categorie, finale bij de eigen klasse zes jaar en jongen. Hij gaat nog even vol op die pedalen. En kijk maar op de passen. Hij zit er nog niet. Ik kan nog alle kanten op. Gaat er nog een keer om heen volgen? Nee, niet met de hoogte. Hij moet de meeste zijn. Hij moet de meeste zijn. Hij moet zich weer tijden langerheid. En Rick Grootheids. De mannen dat hij nu over gaan naar eigen klasse van 7 jaar. Ook hier gaan we dus 4 mee naar de finale. Wie gaan we worden? Nou, het lijkt verstaan aan de hoek te zitten. Het zijn ook vertrouwensje te zijn, maar wie gaat er dan komen? Het is 3 mannen op alle zoden. En 1 jaar toegemaakt. Gaan we nog wat gebeuren? 7-7-4, Jimmy Hoekjes. Hij zit er bij op 3. En dan door de voorkant is het op 4. En die passeert er gelijk op de 5. En dan zijn we net zo op aan moeten. Even kijken of hij dat kan redden. Hij gaat er nog wat toe. Hij zit er nog tussen mij. Gaat hij dat redden? Nee, dat lijkt niet helemaal goed te gaan. En de strepers die verder gaan. Jimmy Hoekjes en Johan Koeman. We gaan verder met eigen klasse 7 jaar. En helaas zijn er wat rijders hier in de kop gevallen. Maar van die drie gaan we straks één keer mee naar de finale. Wat een lage vier. Even kijken. De 421. Die zit op de fietsrijder zitten. Kijk, komt naast ons. Hij zit op de eerste plek. Dan zien we de 73. Hier komt de van 2. Dan zien we de volgende. Dat is 148. Dat is vermelden. Want hij zit er straks bij in de finale van de 7 jaarje. En die op die nummer 4. Dat is de 157 van Joey van Baren. Dat zijn de eerste vier rijders. En zij gaan zich met z'n vieren kwalificeren voor de finale van eigen klasse 7 jaar. En doorgevallen bij Ruud Christa van Roswaren. Dat is ook een heel goed voor hun houdenpak. En zij zijn klaar in deze klasse. Dan hebben we de eigen klasse van 8 jaar. Met een kopstart voor de 362 van Nick Kerkhoff. En dan zien we de 2-3-4-5. Dat zit zo niet bij elkaar. Dat kan echt nog alle kanten op. Henry van den Bosch zit erbij. De 53 van Ruud Kerkhoff zit erbij. En wie zijn er de twee Amazonenrijders toch? Ja, de Renate en Leon Dossel. Zij gaan het zo uitmaken. Wie er bij de eerste 4 gaat komen. Nick lijkt zeker te zijn. Bij de tweede plaats van de 6-1-1-2-5. 68, 100, 53, dan 53, 100. En dan gaat het dus tussen die twee rijders in Amazone gedaan. Het is een jaar in de auto van Linda Doksel. Nee, dan valt hij toch een kaartje. En hij kan niet te is voor Linda Doksel en Jeffrey Langer. En dan gaan we even een stukje houden. Even kijken, O1 en die zit er aan op 4. Dat is met de 475 volgens mij Jeffrey van Beerde. Ja, dat zijn de nummers 4, 1 van de 4. Maar dan komt er een voorvoet aan, dat is 49. Even kijken, en gaat er nog wat veranderen voor de Van Beerde. Hij heeft voor de voeten Jury, heel succes. Volgende is ook eigen klasse, 14 jaar en ouder. Dat is wel een kop. Dat zien we hier eens. En die zit achter dan, maar die komt vrij. Even kijken, ik denk van Ede. Als je eruit komt, nee, maar die hebben we net gehad, dat vertaal nog niet. Met 439 is het, dankjewel. Jullie kunnen er komen. En dan zien we ook nog een Oesburg, daar is in de tweede van Oesburg. Dat worden waarschijnlijk de vier mannen in deze groep. Dus wel, Heerkens, Lelekoor.